Eet jij straks insecten als borrelnootjes? Dit is de Universiteit van Nederland. Het idee dat je een insect eet, is niet voor iedereen fijn. Kijk maar eens naar dit jongetje dat vol afgrijzen kijkt naar hoe zijn vader een insect eet. Hij moet er zelfs van overgeven. Maar dat kan ook anders. Dit is een foto van mij en mijn zoontje. En we waren daar op een insectenmanifestatie. En hij was een heel slechte eter. En hij at de gebakken meelworm graag. En uiteindelijk stopte hij ze zelfs met twee handjes in zijn mondje. Zo bijzonder is dat eigenlijk niet. Want in heel veel verschillende landen staan insecten gewoon op het menu. Dat zijn vaak landen, tropische landen. En we kunnen dan denken wat die mensen daar eten. Dat kunnen dan zijn sprinkhanen, krekels, kevers en de meelwormen die hier in Nederland ook op de markt te verkrijgen zijn, zijn larven van kevers. Andere type insecten zijn rupsen, bijen, wespen, wansen, termieten, mieren, vliegen en muggen. Wie van jullie heeft er wel eens insecten gegeten? Steek je hand op. Er zijn best wel mensen die al insecten gegeten hebben, maar het overgrote deel heeft dat niet. Maar voor wie niet zijn hand opsteekt. Als je kijkt naar de tomaten hier, als je tomaten oogst, dan zitten er logischerwijs ook wat insecten in die tomaten. En die insecten komen dan ook in het eindproduct terecht, zoals bijvoorbeeld hier in de ketchup. En hier zie je een plaatje van sinaasappelsap. Ook als je sinaasappels oogt, dan zitten daar vaak fruitvliegjes in. En ook die fruitvliegjes komen uiteindelijk in je sinaasappelsap terecht. Daar zijn zelfs wettelijke normen voor wat maximaal toegestaan is in levensmiddelen. En hier zien we een roze koek. En wat mij nou vooral zo opvalt aan die roze koek, is dat die vooral heel erg roze is. En hoe komt dat nou? Dat komt door een kleurstof die is toegevoegd. Karmozijn. En karmozijn wordt gewonnen uit schildluizen. En nou is roze koek niet het enige product waaraan karmozijn is toegevoegd. Ook yoghurtdranken kun je aan denken, snoep en frisdranken. En zo zijn er gegevens dat wij per persoon per jaar toch wel 500 gram insecten eten of meer, zonder dat we daar erg in hebben. Ik doe onderzoek naar hoe je insecten kunt verwerken om ze voor menselijke consumptie geschikt te maken. Ik doe onderzoek dat is gerelateerd aan voedselkwaliteit en ter ondersteuning van het ontwerpen van producten. En ik ben daarom geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met het beschikbaar maken van insecten voor de consument. Hier zie je een wereldkaart en de landen die een kleur hebben en de landen die meer blauw zijn, daar worden meer verschillende soorten insecten gegeten. Vooral in de tropische gebieden rond de evenaar zie je veel kleuren opkomen. En zo in totaal over de wereld worden 2000 verschillende soorten insecten gegeten. Die zijn geïdentificeerd en dat identificatieproces is nog niet ten einde. Insecten kunnen gegeten worden, zowel in een larvaal stadium, zoals in de meelworm, dat is een larve van een kever, en ook in een volwassen stadium. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan krekels en sprinkhanen. Wat je ook kunt doen, is de insecten verwerken in producten, zodat je ze niet meer ziet. Zoals je ziet op de foto van deze insectenschnitzel die je bij de Jumbo kunt kopen. 14% bestaan ze uit de kleine meelworm. Het eten van insecten heeft voor- en nadelen. Laten we het eerst maar eens over de voordelen hebben. Insecten zijn duurzaam. En als je kijkt in deze tabel hoeveel voer je in een insect moet stoppen, in dit geval de krekel, in vergelijking met de kip, het varken en het rund. En vooral het verschil tussen het rund en de krekel is opvallend. Dat scheelt wel een factor 5. En als we dan verder kijken naar het eetbare deel. Het eetbare deel van de krekel is veel groter dan dat van het rund. Verder kunnen insecten die kunnen groeien op veel verschillende soorten reststromen. Reststromen die anders niet gebruikt zouden worden. En ook de insectenproductie is gezien broeikasgasuitstoot gunstig. En dat maakt het duurzaam om insecten te eten. Insecten bevatten een hoge hoeveelheid aan eiwit in het algemeen. En wereldwijd is er een beweging aan de gang die in het kader van de
alsmaar groeiende wereldbevolking op zoek is naar nieuwe alternatieve eiwitbronnen. En insecten kunnen daar één van zijn. Een ander voordeel van insecten is dat als je ze zou willen, zou je ze thuis zelf kunnen kweken, zoals je in dit filmpje ziet. Je ziet insecten die gekweekt worden. Je kunt ze afdoden door ze in de vriezer te zetten. Dat is de meest humane manier om ze aan hun eind te brengen. Daarna vleugeltjes pellen en bakken en opeten. Ja, dat hoort er ook bij. Een andere vraag die dit oproept, is hoe voedzaam zijn die insecten nou? In het algemeen kan ik zeggen dat ze een goede voedingswaarde hebben. Het gehalte aan eiwitten is relatief hoog, vergelijkbaar met andere vlees- en visproducten. En ook de aminozuursamenstelling is goed. Nu we weten dat het duurzaam is en voedzaam om insecten te eten, komt voor mij de interessante vraag, hoe verwerk je ze dan? Hier zien we een filmpje van Kreka, een insectenkwekerij. En hier zie je iets over de kweek van de kleine meelworm. Na de kweek krijg je het verwerken van de insecten. Daarna worden ze gedistribueerd, verkocht en aan de consument ten beschikking gesteld. En de consument kan ze dan bereiden en opeten. Er zijn nog niet heel veel verschillende soorten insectenproducten op de markt hier in de westerse wereld. En ook niet in Nederland. Als je nu naar het volgende plaatje kijkt, dat is een foto van bruinkleuring. Een voorbeeld van verwerking. Hier hebben we de insecten gemalen. En dan zie je dat er een bruine kleur ontstaat. Dit zijn twee soorten meelwormen. En bij de een is de kleur veel bruiner als bij de andere. En dit proces noemen we enzymatische bruinkleuring. En dit proces is jullie allen wel bekend, want als je bijvoorbeeld een appel opensnijdt en niet te lang op het aanrecht laat liggen, wordt die ook bruin. Dat is in feite hetzelfde proces. We doen onderzoek in die insecten naar welke exacte reacties er nu ten grondslag liggen aan die bruining, of die bruinkleuring misschien ook een effect heeft op de oplosbaarheid van je eiwitten, en misschien op de verteerbaarheid. Het volgende plaatje is van een snack. Een soort nibbit. Die hebben we gemaakt in het lab. En als je dan naar de dwarsdoorsnede kijkt van die nibbit, dan zie je in het product waar geen insecten waren toegevoegd, dat het luchtig en knapperig eruit ziet. 10% insecten en er verandert niet veel aan de structuur, maar als je 20% insecten toevoegt, dan krijg je iets wat hard is en niet meer geschikt om als snack te eten. Met het toevoegen van insecten voegen we ook vet aan het product toe. En waarschijnlijk is dat de oorzaak dat het bij die 20% toegevoegde insecten geen goed product meer wordt. Wat kunnen we daaraan doen? We kunnen die insecten scheiden. We kunnen het vet eruit halen en de eiwitrijke fractie in een dergelijk product gebruiken. En we kunnen nog meer doen, dat doen we ook. We scheiden het in een vetfractie, in een eiwitfractie en dan de eiwitfractie in een wateroplosbare fractie en in een wateronoplosbare fractie. En de wateroplosbare eiwitten, die kan je bijvoorbeeld in dranken gebruiken, want dan is het belangrijk dat je eiwit oplosbaar is. En de onoplosbare eiwitten kan je in andere producten gebruiken. Eigenschappen die we dan bestuderen zijn bijvoorbeeld kleur, verteerbaarheid, schuimvormend vermogen en gelering. En dat scheiden van die insecten in verschillende fracties is helemaal niet zo bijzonder. Dat gebeurt ook bij melk bijvoorbeeld en bij soja. Uiteindelijk zijn soja-eiwitten van origine een bijproduct van de soja-oliewinning. En mochten we nu enthousiast zijn geworden, na alles wat ik verteld heb, dan moeten we nog wel rekening houden met de veiligheid. Het is bekend dat er in meelwormen zit tropomyosine en argininekinase. En dat zijn stoffen die ook in schaaldieren voorkomen, zoals garnalen. En die kunnen verantwoordelijk zijn voor allergische reacties. Dus mensen die allergisch reageren na het eten van schaaldieren, die moeten voorzichtig zijn met het eten van insecten. Iets anders. Als je insecten kweekt, en ja, dan kan het natuurlijk gebeuren dat er een insect ontsnapt. Uit de fabriek, de tuin in, of het land op. Dan wil je natuurlijk niet dat het insect een gevaar gaat vormen voor de omgeving. Dus dat is belangrijk. Verder, in veel verschillende landen worden insecten gegeten. Dat betekent natuurlijk dat er een soort intrinsieke veiligheid aan zit. Als het echt heel gevaarlijk zou zijn,
dan zouden die mensen die insecten ook niet eten. Maar, je moet wel weten wat je doet. Je moet weten hoe je ze kunt bereiden op een goede manier en wat je kunt eten. En het is zeer belangrijk om de mogelijke veiligheidsrisico's te onderzoeken op de manier waarop wij ze hier gaan consumeren. En dat gebeurt ook op dit moment. En dan zijn we weer terug bij het begin, bij jullie, bij het publiek. Een consument denkt in kwaliteitsattributen, of wij noemen dat kwaliteitsattributen. Een consument denkt, is mijn product veilig? Is het veilig wat ik koop? Is het houdbaar? Is het lekker? En is het gezond? We weten nu van de insecten dat ze duurzaam zijn. En dat kan ook een reden zijn om insecten te eten. Maar dat zal nooit de enige reden zijn waarom we insecten gaan eten. Want uiteindelijk wil iedereen dat zijn eten gewoon lekker smaakt. Dan wil ik nog iets zeggen over de media. De media die zetten, of hebben in het verleden en nu ook nog wel de insecten vaak weggezet als in hele enge programma's. Misschien is het al een beetje moeilijk om iets nieuws te gaan eten. En dit helpt dan niet. Wat wel helpt, is dat bijvoorbeeld bij de Noma, en de Noma is een restaurant in Denemarken, wat verschillende keren tot het beste restaurant van de wereld is uitgeroepen, dat ze daar gewoon op de menukaart staan. En nu vraagt u misschien af, eet ze zelf ook insecten? Jazeker. Ik vind ze lekker als snack. En ik kan het jullie allemaal aanraden om het ook een keer te proberen. En dan komen we terug bij de eindvraag. Eet jij straks insecten als borrelnootjes? En mijn antwoord daarop is, waarom niet? Ze zijn voedzaam, ze zijn duurzaam en je kunt er allerlei producten van maken. En omdat ze vaak knapperig zijn, zijn ze ook prima als snack te gebruiken op momenten waarop je anders borrelnootjes zou eten.